In 17 augustus 1943 hebben de Amerikanen 2 zeer grote zware bombardementsvluchten uitgevoerd op Duitsland. In de voormiddag was een eerste golf van vliegtuigen die vloog naar Beieren om daar dus de fabrieken van de Messerschmitts te gaan bombarderen. En in de namiddag vertrok een tweede golf vanuit Engeland en die gingen in Schweinfurt, ook in Beieren, de kogellagerfabrieken bombarderen. Dus die bombardementen werden uitgevoerd door B-17 bommenwerpers, ook genoemd vliegende forten. Die waren zwaar bewapend. Daar zat een bemanning in elk vliegtuig, een 10-koppige bemanning. En die hadden praktisch allemaal een mitrailleur om te schieten. En bij het terugkeren, nadat ze dus hun bommen gelost hadden, werden ze zwaar onder vuur genomen in de driehoek Luik, Maastricht, Tongeren. Wat de mensen die hier op de foto ziet staan, dat zijn dus de 3 officieren die in dat vliegtuig zaten. Ik heb al straks verteld dat er 10 bemanningsleden zaten. Die zijn allemaal in de korte omtrek hier uitgesprongen en met een parachute neergekomen. En door het verzet zijn die dus hier in het bos verstopt. Links ziet je McNeely staan, dat was de navigator. Die is neergevallen in Vriksingen op de hoek van Wijngaardbos. En de piloot, rechts, die komt neer in Sint-Huibrechtsherren in het Bietenveld. Byington is 's nachts, die is in Vliermaal gevallen, kort bij het kasteel van de Braconnier op het Hoogveld. En mijn onkel, Harry Snellings, die zat in het verzet en die werd verwittigd. En dan heeft Nongari dus, Sander Daags, de 3 mannen getransporteerd naar hier, op deze plek. En hier zijn ze verstopt. Maar dan werd het gevaarlijk, omdat de Duitsers waren aan het zoeken. En dan heeft Nongari beslist, in samenspraak met het verzet van Heers, om ze hier te komen halen en ze op een vluchtroute te zetten. Vanuit Mechelen-Bovelingen zijn ze met de tram naar Luik gereden. En vanuit Luik zijn ze naar Brussel gebracht. En dan van Brussel zijn ze naar Parijs met een trein, wat een bloedstollend verhaal is als je het leest. En daar werden ze in een klein hotelletje binnengebracht. En daar stonden ze alle 10 op een rij achter de balie. En één keer gaat die deur open en dat was de Gestapo. Dus de zaak was verraden. Dan zijn ze opgesloten in de gevangenis van Fresnes en dan hebben ze de rest van de oorlog in krijgsgevangenschap doorgebracht.